Goedemorgen alle uitnodigen, collega's, familie en vrienden die via de Zoomlink ons nu aan het bijwonen zijn. Ten allereerste wil ik namens de BAS-studenten vanuit AWH iedereen bedanken die ons bij deze laatste 6 maanden hebben begeleid, ondersteund en wijzer gemaakt hebben. Aan de VWS, van harte dank voor deze mooie opleiding waar wij als verpleegkundigen de kans hebben gekregen om online samen te werken met mede-collega's van Bonaire en Curaçao. Deze samenwerking gaan we nooit vergeten en we proberen dan het ook zo te houden. Het was voor ons een leerzame en geweldige opleiding waar je als professionele methodisch leert observeren, redeneren, communiceert en acties neemt bij acute situaties. Met deze methode kan je je zekerheid en vertrouwen winnen over acties die je neemt. Wij hopen dat de samenwerking en verband tussen het HOH en de VUMC in de toekomst nog groter wordt. Fabien HOH, met jullie nieuwe BAS-geslaagden. De BAS-opleiding is gestart na de pandemie in verband met crisis aan verpleegkundigen door de COVID. Ze zijn gestart met een voortraject en eigenlijk direct na een voortraject van 4 keer gestart in, moet ik het even goed zeggen, september, juni met de BAS-opleiding. En die bestaat uit 4 onderdelen om zorg te kunnen leveren op een acute afdeling. De BAS-opleiding bestaat uit 4 onderdelen, zeg maar. En nu gaan ze door, 7 van de 8 gaan door met een verpleegkundige vervolgopleiding voor de CCU en de Intensive Care. Deze opleiding en ook de vervolgopleiding wordt mogelijk gemaakt door het VWS in samenwerking met de VUMC die de opleiding verzorgt. Me gusta que ya me pueda probar mi kennis más, me pueda work die different aspects y que ya me just para si ya hobby más, tanto que me pueda probar mi kennis, tanto que sé que me puedo por aplicar en el werkveld. Y es mani un stepping stone para mi para groei un tiki más, de mi dus gewoon de mi kennis en para mi poder doen een kwaliteit van zorg. 8 studenten vandaag die hun BAS-opleiding hebben afgerond. Ik ben super trots op deze mensen, waarvan ook 7 dadelijk door gaan stromen naar vervolgopleidingen. Met dank aan Nederland, met dank aan VWS, met dank aan de Amstel Academie hebben deze mensen samen met andere ziekenhuizen in de regio en met IMSON ook op het eiland hier deze opleiding voltooid, waardoor ze veel meer ervaring krijgen in acute situaties, in het behandelen van patiënten met acute problemen. Het is super mooi dat ze deze tijd hebben ingestoken om zichzelf te verrijken, om het beste voor zichzelf, voor onze patiënten te bereiken. Dus voor het ziekenhuis, voor de samenleving, voor deze mensen een hele mooie mijlpaal. Dus Fabien. No semper te.